Liefde is gewoon belangrijk. We kunnen niet zonder liefde. Van liefde kan je heel blij worden. Boos, heel verdrietig. Je kan er jaloers van worden. Je kan je ervoor schamen. Je kan er bang van worden. Dus je kan, bij liefde kan je eigenlijk heel veel voelen. Dus daarom is het heel mooi om daar een voorstelling over te maken. Ariadne is de dochter van de wrede koning Minos. Koning Minos heeft een doolhof en in dat doolhof heeft hij een Minotaurusmonster. En ook stopt hij daar op een dag Theseus in. Super knappe, leuke jongen waar Ariadne smoorverliefd op wordt. En Ariadne wil Theseus redden. Dat redden, dat doet ze met een rood draad. En zo kan Theseus de uitgang vinden. En als Theseus dan de uitgang heeft gevonden, dan breekt hij haar hart. En dan blijft Ariadne gebroken achter in het doolhof en is ze echt woedend. Wie is... Roos is een heel gewoon meisje uit Leidsche Rijn. Ze zit in groep 7, ze heeft een hond en twee moeders die gaan scheiden. Ik ben een keer verdwaald geweest in een doolhof samen met mijn dochter. Die was toen 2 jaar oud. Ik heb echt daar rondgedwaald. Dacht ik ga hier door het prikkeldraad. En mijn dochter heeft toen de uitgang gevonden. Ja, ik dacht toch even, wat als ik hier gewoon niet meer uitkom? Zij zei, nee, we moeten zo. En toen liep ze zo met de uitgang. Er zitten zeker jongens, heel veel jongens zitten er in de voorstelling. Je hebt Theseus, de jongen waar Ariadne verliefd op is. Je hebt koning Minos, de hond van Roos, Spikkel. De Minotaurus, het grote monster. Oh, en de stier. 5. Dat het een hele leuke, grappige, ontroerende, stoere voorstelling is. Zeker die niet alleen leuk is voor kinderen, maar zeker ook voor grote mensen. Kom allemaal. Neem je papa, je mama, je broers, zussen, tantes, ooms, buurjongens, buurmeiden, buurmannen, buurvrouwen, slager. Neem iedereen mee, want het is echt heel erg leuk voor iedereen van 8 tot 108 jaar oud. Kom kijken!